succes van vorig jaar heeft de commissie besloten opnieuw een visserijavond te organiseren. De avond voor 6 september, de visserijdag, is natuurlijk 5 september. Hier achter mij speelt het zich allemaal af in de hervormde kerk, 5 september. En het is een geweldig programma, wordt geopend door ons aller burgemeester. En er is een veel samenzang, een compilatie van beelden gemaakt door RTV Bunschoten. Opnieuw samenzang, het samenzang van het dorp. U kent het allemaal van Wim Zonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk een botter vaart. Het winkeltje van hem van ver. Een vrouw met krabblad op de fiets. Het zegt je hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. En een gedicht wordt er voorgedragen door Arianne Terbeek. En opnieuw samenzang. En dan wordt er nog een humoristisch doorgespekt verhaal door Jaap de Graaf verteld. Je ziet wel dat ik meer aan vertrouwen zit en sta ik op de preeksel staat. En dan samenzang nog steeds. Het is een heel vol programma. Ik zie het inderdaad. En als laatste is het, als het orgel speelt, als de klok van Arnhem-Muiden. Dit alles mogelijk gemaakt door een stimuleringsfonds van de Rabobank, de gemeente Bunschoten en HCS Interactief. Het is zeer de moeite waard om naar de hervormde kerk te komen. 5 september 's avonds voor een schitterende visserijavond. RTV Bunschoten neemt het allemaal op. U kunt het zien op YouTube, maar ook op hun eigen kanaal. rtvbunschoten.nl of via DBTV. Dus komt alle 5 september naar de visserijavond hier achter mij in de hervormde kerk. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het voorgoed voorbij was.